Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Paper Mario video. En dit is deel 2 van onze Wilde Zee avonturen. In deel 1 hebben we behoorlijk wat ontdekt op de Wilde Zee, maar net precies niet wat we moesten ontdekken. We zijn namelijk op zoek naar het eiland met een ruitachtige vorm. En nu hebben we het eiland met de schoppenvorm dus gevonden. En met de klavervorm hebben we gevonden. En met de hartenvorm hebben we gevonden in de vorige aflevering. Alleen die met de ruitachtige vormpie, die hebben we dus nog niet gevonden. En ik denk dat die ergens daar moet liggen waar we nu naartoe gaan. Als we nu recht vooruit gaan, dan zou die daar ergens wel moeten liggen, denk ik. Even kijken of ik al in de buurt kom. Ja, we gaan wel heel ver nu eigenlijk naar boven. Misschien is het hier schuin onder of zo. Zullen we nu dit lint volgen? Nee, weer niet. Waar is dat eiland? Is dit hem? Nee, dit is hem ook niet. Dit is een maanvormig eiland. Wat moeten we hier dan doen? Er zijn 11 van dit soort grote eilanden hier in de hele zee. En straks is inderdaad het ruitvormige eiland gewoon het allerlaatste eiland wat we gaan vinden, hè? Dit eiland ziet er echt uit als een maan, maar dan voor de helft. Dus wat zo'n vorm heeft... Heet het een halfvolle maan? Olivia, kom op. Soms is zij opeens niet zo slim meer. Dan is ze opeens al haar slimheid vergeten, volgens mij of zo. Laten we eens kijken wat er allemaal op dit eilandje is. Even die kistjes kapot maken, die tonnetjes. Kijken of er een tootje uit de boom komt zetten. Nee, ook niet. Oh, wow. Wel een konijntje uit het bosje. Konijntjes dood. Lekker hoor. Oh, nog meer filosofietjes over half vol en half leeg. Jongens, ik vind dit niet belangrijk. Let's go. We gaan door. We gooien hier nog even wat op. Dan geven we hier wat klappies op. Even wat muntjes. Zo. Even dit blokje pakken. Dan hebben we de glanzende staart. En dan hebben we hier nog een steiger wat we moeten maken. En dan komt waarschijnlijk die krab even keihard uit het water gezet, denk ik. Oh, we moeten vissen. We kunnen vissen hier zo. Nou, altijd leuk. Zouden we echt die krab op moeten vissen dan? Ik denk het. Pak hem! Yo! Hoppakee. Oké, en nu? Wat is dit? Oh, is dit een origantenplekje of zo? Ja, kijk, we moeten de aardorigant gebruiken. Let's go, Olivia! Gebruik je powers! Daar is hoor, de mega schildpad, de aardorigant. Let's go! Oké, wat ga je alleen doen hier? Ze vraagt zichzelf ook echt af wat ze hier moet doen als aardorigant. Ze zal maar eens proberen en kijken wat er gebeurt. Ben ik er klaar voor? Spring dan eens gewoon in het water. Oh. Oh nee, we gaan dansen. We gaan dansen! En er vormt een draaikolk. Oh, oké. Oh, een kistje. Nice. Nou, oh, en nu is de hele maan geworden. Aha, daarom zaten jullie zo te zeuren over die halfvolle maan en zo. Nu snap ik hem. Nou, GG Olivia, goed gedaan. En we kunnen naar dit kistje toe. Eens even kijken wat hier staat. Om de 3 bollen te verzamelen, moet je afreizen naar Ruiteneiland. Zie je? We moeten dus echt Ruiteneiland nog zien te vinden. Wat zou er in dit kistje zitten? We hebben de beproeving van dit eiland volbracht. De ruitensleutel is nu van ons. Aha, dus we moesten sowieso hier naartoe. Maar de sleutel is een brief of zo? Ik heb de sleutel. Kom naar het paddenstoeleneiland. Oh, Luigi. Is Luigi hier eerst geweest en heeft hij deze puzzel opgelost? Hoe? Hoe heeft Luigi de aardorigantenkracht? Dat kan helemaal niet. Er ligt nog iets anders in. Oké, wat ligt er nog meer in? Kijk, een one-up. Lekker. Oh nee, dit is de paddenstoelen deurklink. Aha. Oké, we komen nu stapjes verder. Dat is natuurlijk om die deur te openen daar op paddenstoelen eiland. Je kan zien in de vorige video waar dat precies is. En nou ja, we gaan er nu ook naartoe. Maar like, abonneer en check de vorige video's. Zij die de sleutel hebben bemachtigd, laat mijn kaart jullie zoektocht leiden. Oh, nice, nice. Nog meer van die rare tekens. Nog steeds geen idee waar ze over gaan. Maar ze gaat de kopietje even bijwerken. Er zit hier nog ergens een toot verstopt. Ja, dat is deze. Dit is helemaal geen visje. Dit is een toot. Lekker. Oké, we gaan terug naar de boot. We hebben nu weer een aantal dingen die we nodig hebben. Dus dat is nice. Halve maaneiland zal voortaan bekend staan als volle maaneiland. Omdat we inderdaad... Ja, we hebben nu een volle maan gemaakt hier zo. Hoppakee. En nu moeten we dus schuin naar onder inderdaad. Naar dat paddenstoeltje wat je daar ziet staan op de map op E4. Dan gaan we weer Luigi vinden. Die dekselse Luigi de hele tijd, hè. Die is ons toch de hele tijd te snel af. Je zou denken dat het zo'n sukkel is. En ja, dat is misschien ook wel een klein beetje in deze game. Hij is zo onhandig in ieder geval. Maar hij is wel elke keer sneller dan wij. En dan heeft hij weer een of andere sleutel die wij nodig hebben. Ja, nou, dat doet hij op zich toch wel goed. Eens even kijken. Volgens mij zijn we nu aardig in de buurt aan het komen. Ja, kijk, hier is het. Oh, de andere kant op. Deze kant op. Dit is Paddenstoeleneiland. Luigi ligt als het goed is hier te chillen. Of niet? Waar is Luigi? Ja, hij is zeker op de achterkant van het eiland. We hebben nu die deurklink die we dus op de tweede deur kunnen zetten hier binnen. Laten we naar binnen gaan. Kijk, hier hebben we dus die deurklink ding sleutelgeval voor nodig.
Dat is deze. Kijk eens, die past precies. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat hierachter is dan. En daar is die hoor. Daar is die. En hier staat nog een statue. Zoek een pad naar het paradijs, staat er. Oké, ik zoek eerst even deze toad. Oh, en die laat ons ook weer weten waar een schat te vinden is. Net onder de boot van Princess Peach. Luigi, vriend, hoe gaat het met je? Tijd geleden alweer dat ik jou gezien heb. Waarom lig je hier nou weer te luieren? Oh, ben jij dat, broer? Hij vroeg zich al af wanneer we eindelijk zouden komen. Ik heb het ontzettend druk gehad en het is niet makkelijk om te zwemmen in de overal. Heb jij heel die oceaan rondgezwommen? Luigi is tenminste hashtag fitboy. En jij niet? Ga jij maar weer even lekker hier staan. Met je beide handen bakkes. Hashtag fitboy. Moet hij even naar zichzelf kijken. Maar nu kan ik lekker ontspannen. Ik heb wel een pauze verdiend, zegt Luigi. Want ik heb eindelijk de sleutel van Peach Kasteel gevonden. Nee. Ook dit is niet de sleutel van Princess Peach Kasteel. Dit is de ruitersleutel die we nodig hebben op Ruiteneiland. Ja, wel goed gedaan, Luigi. Je bent wel echt lekker bezig om elke keer die sleutels voor ons te fixen. Dat doe je echt goed. Maar het is weer niet de goede sleutel. Arme Luigi. Kijk hem. Wat? Alweer fout. Ik vond het al een beetje vreemd. Die sleutel is echt niks voor Peach. Je hebt hier trouwens wel een enig huisje, Luigi. Dit eiland is niet van Luigi. Hij kwam hier alleen even uitrusten. De hele oceaan doorzwemmen is vermoeiend, zegt hij. En nu het zegt, ik heb hier niemand gezien toen ik aankwam. Misschien moet ik diegene eens even zoeken die hier woont en bedanken dat ik een dutje mocht doen op dit eiland. Oké, ja. Is dit een kelder trouwens? Ja. We're going in the basement. In the basement. Is die gast hier verstopt dan? Ben je hier al geweest, Luigi? Oh, wat is dit dan? Overal origami. Degene die hier woont houdt duidelijk van origami. Olivia zegt, oh, lieve hemel. Hoe kan ik dit ooit vergeten zijn? Het voelt zo lang geleden. Ik weet dat ons avontuur nog lang niet is afgelopen. Maar het is fijn om weer thuis te zijn. Is dit jouw thuis, Olivia? In deze kamer is Olivia geboren. En daar is hij gevouwen door zijn broer. En hij is echt heel goed in origami. Hij heeft me zo goed gevouwen dat ik tot leven kwam. En nu kan ik praten en zweven en kwebbelen en dansen en kletsen. Maar je broer heeft jou gevouwen? Maar hij is inderdaad ook van origami. Goeie opmerking, Luigi. Wie heeft Ollie dan gevouwen? Er is een stem. Iemand hoort ons. Ik zit gevangen in de ruimte tussen dimensies. Help me alstublieft. Die stem, er is hier iemand. Misschien is het wel diegene die mijn broer tot leven heeft gevouwen. Is dat degene die op dit eiland woont? Die moeten we inderdaad maar eens even zien te redden. Waar moeten we onze hamer tegenaan gaan slaan? Ik denk dat we de kast op moeten. Eens even kijken. Of moeten we gewoon tegen de kast slaan? Er ligt daar een boek boven. Moet je dit zien, broer? Hier ligt een of ander raar boek. Ik kan er niet bij. Ik denk niet dat we het kunnen bereiken met een gewone sprong. Er schiet me een geweldig idee te binnen, zegt Luigi. Ja, Luigi die kan veel verder springen. Oh, we moeten hem slaan. Slaan? Oké, Luigi. Nog een keer? Oh, wacht. Dan kunnen we superjump doen. Nice. Lekker, Luigi. Luigi is wel een goed hulpie. En we hebben dit boek even gefixt. Het levensboek is dit. De levensvouw is de ultieme origami techniek waarmee gevouwen papier tot leven gebracht kan worden. Deze techniek vereist uitgebreide oefening, een vaste hand en krachtige emoties. Je liefde voor origami moet doordringen in elke vouw voordat je creatie tot leven wordt gewekt. Oh, de levensvouw. En inderdaad, Ollie die heeft dan de levensvouw ook geleerd. En daarmee heeft Ollie dus Olivia gemaakt. Oké. Oh, wacht even. We gaan iemand redden, denk ik nu. Een tovercirkel! Oké, eens even kijken wat we kunnen vastpakken. Eens even kijken, want dat lukte me niet helemaal. Blijkbaar zit hij vast in deze muur, toch? Ja, hoe gaan we dit even... Wat moeten we pakken? Oh, kijk, ja. We hebben hier nu het hoekje ervan afgeveegd. En nu kunnen we hem lostrekken. Yes! Yes! Nice! Kom maar, Tootje! Wat is dit voor bazentoot? Dit is de origami meester Toad. Bedankt voor de hulp, Mario. Wauw, een echte beroemdheid in mijn studio. En Luigi is er ook. Ik ben de origami kunstenaar. Ik heb mijn leven gewijd aan het vouwen van origami. Dag in, dag uit. En ja, die houdt dus echt van origami. En nu vraagt Olivia, bent u degene die mijn broer heeft gevouwen? Oh, en hij herkent Olivia. Hij vraagt, ben jij dat? Die ziet er precies zo uit als ik je heb ontworpen. Wie heeft je gevouwen en waar is Ollie? Ja, hij zit natuurlijk al jarenlang achter het behang. Ik kan jou ook wel achter dat behang plakken. Kan je niet even gewoon rustig daar gaan chillen of zo? Ik weet niet alle details meer, maar ik vertel je alles wat ik nog weet. Oh yes, nu krijgen we backstory, jongens. Oh nee, we hebben gewoon uitgelegd aan deze toad wat er gebeurd is. En hij ziet er best wel deprie uit. Hij heeft er een beetje spijt van dat hij Ollie heeft gemaakt.
Ik wilde hem uniek maken, dus ik heb een geheime techniek gebruikt om hem tot leven te wekken. Ollie was trots en sterk, maar erg boos. Hij verraadde me en sloot me op in een rijk tussen licht en duister. Maar dat bleek een muur te zijn. Wat gênant. En daarna heeft hij vast jou gemaakt, Olivia. En hij ging er vandoor met mijn beste origami gereedschappen. Maar Luigi vraagt, waarom heeft u Ollie eigenlijk gevouwen? Ik wil dan deel laten uitmaken van het origami kasteel dat ik voor het origami festival aan het bouwen was. Oh, een levend wezen in een kasteel wat niet beweegt. Ja, dat is vet. Maar ja, maar nu heeft Ollie een eigen kasteel. En dat was dus zijn plannetje. Zowel de origami koning Ollie en zijn zusje Olivia zouden bovenop komen staan als afwerking. En hij krijgt niet vaak de kans om zijn vak in het zonnetje te zetten. Dus ja, misschien is die wat te ver te gaan. En hij kan niet geloven dat Ollie Olivia in zijn eentje heeft gevouwen. Hij kan de levensvouw gebruiken. Origami die origami vouwt. Een grove schending van de natuurlijke orde. En deze Toad is verantwoordelijk. En hij zou willen dat hij levensvouw nooit had gebruikt. Ja, ik wel. Want Olivia is een bazin. En ze zegt ook, ik heb bijzonder veel nieuwe vrienden gemaakt en herinneringen en zo. En zij zal Ollie wel even tot de orde roepen. En daarom hebben we een sleutel van Princess Peach Kasteel nodig, zegt Luigi. Waar ben ik mee bezig? Ik moet de sleutel vinden, zodat we tegen Ollie kunnen opnemen. Ik heb zo'n gevoel dat Luigi er weer vandoor gaat, jongens. Kijk, ja. Daar gaat hij. Nou, gelukkig hebben wij de ruitensleutel nu te pakken. En ik ben blij dat we nu weten waar Ollie en Olivia vandaan komen. Dat vind ik heel vet gedaan. En deze Toad zegt, ik heb je dan wel niet zelf gevouwen, maar ik ben trots op je, Olivia. En ik weet niet hoe die Ollie moet stoppen. Hij heeft al eerder gefaald en zal alleen opnieuw vallen. En hij moet het aan ons overlaten. Dat komt helemaal goed, Toadje. We gaan dit doen. En tot de volgende keer, man. Wacht, zegt hij. Oh, we krijgen nog iets misschien. We krijgen aantekeningen. Even kijken wat voor aantekeningen krijgen we. Hoe we de levensvouw moeten maken. Zou dat het zijn? Dat zou vet zijn! Als wij zelf origami kunnen vouwen en de levensvouw kunnen toepassen. En gewoon mensen voor ons kunnen laten vechten. Of ja, mensen, wezens. Dat zou super dope zijn. Maar ja, we weten het niet, want Olivia, die houdt het voorlopig nog even geheim voor ons. Oké, we zijn weer een stap verder, maar nu moeten we toch echt Ruiteneiland gaan vinden. Eens even kijken, waar hebben we nog niet gevaren? Zou Ruiteneiland hier ergens recht naar beneden zijn? Kom je wel wat kleine eilandjes tegen? Maar voorlopig nog geen spoor van Ruiteneiland. Misschien moeten we helemaal naar links onder in de map. Als het goed is, ligt hier tussenin trouwens ook nog een schat. Dat kunnen we hier zien op de schatkaart. Ja, we varen er nu recht op. Dus we gaan eens even kijken. Wat ligt hier op die mooie zeebodem? Misschien kunnen we die stenen even grijpen. Ja, daar liggen wel wat muntjes in. Hier dan. Nog wat muntjes. Ik zie voorlopig nog geen hele bijzondere schat volgens mij. Hier ligt nog een steentje. Ja, kijk, daar ligt hij. Ja, ja hoor, grijp hem maar. En hijs hem maar. En wat zou hier dan weer in zitten? Kijk, nog een miniatuurtje van de origami werktafel. Superleuk, maar waar is dat Ruiteneiland nou, jongens? Vriend, weet jij het? Weet jij waar Ruiteneiland is? Er is een eiland op zee waar je tegen reuzen kunt vechten. Oh, die zit dus hier ergens in de hoek. Ze hier naar beneden gaan en dan naar links. Ja, dat is dit eiland. Dit ziet er inderdaad uit als een vechtring. Ja, maar die moet ik niet hebben. Nee. Even kijken hoor. We hebben hierboven ook nog best wel wat vrije ruimte. Daar achter dat vraagteken. En in de midden op zich ook nog wel. We moeten dus ook nog twee eilanden zien te vinden. Ja, dat Ruiteneiland gaat sowieso weer het laatste eiland zijn, jongens. Yo, wat is dit voor eiland? Deze heb ik volgens mij ook nog niet gezien. Oh jawel, dit is het vraagteken eiland. Ja, ja, ja. Maar die heb ik nog niet gedaan. En die ga ik nu ook in deze video ook even niet doen. We gaan echt even op zoek naar Ruiteneiland. Want ik wil gewoon lekker verder met de story. Oh, kijk, hier is nog een eiland. Maar dit ziet er ook weer niet uit als een ruit. Wat is dit voor eiland? Een hamer die eenzaam uitsteekt boven de wolven. Ik noem wolven golven. Dit is Hamereiland. Nou, die moeten we ook niet hebben. Nou, dan ga ik maar via het midden helemaal naar rechts bovenin, denk ik. Ik zie daar ook een palmbomeneiland. Maar dat is Klavereiland. Klavereiland hebben we al helemaal opgelost. Hier zijn nog meer eilanden. Ja hoor, hier zijn we ook al geweest. We zijn ook al een keer dit lint gevolgd. Dus ik ga er nou maar een beetje boven. Even kijken, ik zie daar nog wat eilanden. Oh, daar staat ook een Sniffit of een Shy Guide'tje. Hebben we al met jou gepraat dan? Als je hier naar het zuidwesten vaart, naar links en omlaag, vind je een eiland in de vorm van een schoppensymbool. Ja, die hebben we ook al gehad. Nou, we hebben allemaal hints gekregen natuurlijk op elk eiland. Want ik kan dat eiland gewoon niet vinden. Ik weet niet waar Diamond Island is, maar die ligt verborgen volgens mij. Kijk, deze beeldjes, die hadden natuurlijk allemaal hints. Misschien heeft dat er wel mee te maken. Dus even kijken. Rechts hebben we dus die volle maan. En beneden hebben we harten. Links hebben we die klaver. En boven hebben we schoppen. En dan hebben we in het midden de ruit. Is dat een sleutel van de ruit die we hebben gekregen? Ja, ik weet het niet. In ieder geval staat in het midden dan die ruit. En is dat dan de plek waar dat eiland moet zijn? Dat moet haast wel. Dat kan haast niet anders. Dus als we naar de map gaan kijken. Ja, dat zou wel kloppen. Dan precies ertussen
tussenin, in het midden, maar ik heb er al gevaren. Sowieso. Dus als je naar de map kijkt, dan zou dat zo'n beetje in D3 moeten zijn. Want we staan nu op dat eiland rechts, dan links hebben we die klaver, boven hebben we die schoppen en daaronder hebben we de hart. Dus we gaan even varen naar D3, jongens. Oké, ik ga een beetje van onder D3 in, want dan kunnen we heel D3 verkennen. Ja, we zijn nu in D3, dus hij zou letterlijk hierboven moeten liggen gewoon. Dat is exact het midden. Hier zien we een eilandgroepie. Ja, hier is die sowieso niet. Waar is die dan? Het moet hier zijn. Wacht even. Moeten we duiken? Moeten we naar beneden liggen? Die verstopt. Is het net als Atlantis gewoon? Ja, hè? Het is net als Atlantis. Kijk maar, er gebeurt wat. Ja! Ja, ja, je ziet het. Dit is ruitvormig. Wat is dit groot, zeg, zegt Olivia. Ja, en daar is een sleutelgat. Het eiland ligt gewoon onder de oceaan. Wow. Ja, hoor. Diamond. Ja, ja, ja. Dit is het diamond vorm. Nu staat hij wel op de map. Holy moly. Dit is wel weer vet gedaan. Net als Atlantis gewoon. En de vorige tempel ging natuurlijk over de farao's. Ik vond dat vet. Ik vond dat cool. We doen de sleutel erin. We moeten hem waarschijnlijk even omdraaien, want hij zit nu op zijn kop. Ja, draai hem maar. En nog een keertje. Ja, nog een klein beetje. Ja, zo klopt hij. Ja, hoor. Ja, dit zijn gewoon Assassin's Creed dingen, jongen. Wat vet. Hij is open. Zullen we naar binnen gaan? Laten we dat doen, Olivia. Laten we naar binnen gaan. Oh, snap. Een onderwatertempel. Wow. Ja, hoor. Dit is zo cool. Holy moly. We zien daar twee beren vechten daarboven. Is dit hoe de binnenkant van dit diamant eruit ziet, zegt Olivia. Er zijn bomen, bergen en tempels. Dat is net de eiland. Oeh, ja, en hij is ook mee natuurlijk. Captain Toad, een verborgen juweel, vergeten door de tijd, sluimerend onder de zee. Het lijkt zo bekend. Ik zou zweren dat ik een legende over deze plaats heb gehoord. Dit is Atlantis. Ik zal het niet zelf een naam geven. Ik zal alleen zeggen dat dit eiland een duidelijke ruitvorm heeft. Oeh, welkom reizigers. Jullie hebben de ruitensleutel bemachtigd, maar jullie beproeven begint nu pas. Hier zul je de krachtproef, wijsheidsproef en moedproef ondergaan. Iedere beproeving die je voltooit levert een heilige bol op. Je mag de tempels in elke volgorde betreden. Ga voort en verdien de heilige bollen. Succes! Bol, wat is een bol? Is dat een soort prijs of zo? Ja, die bollen hebben we weer nodig om die toren te openen waar het paarse lint omheen zit, Olivia. Let's go! We gaan dit beeldje even bekijken. We moeten inderdaad een stuk proeven doorstaan. Wat is dit? Wat is dit? Hier zie ik ijsschotsen. Kan ik, ja, kan dit muntje pakken? Kan ik hier naar boven? Ja, het is niet glad of zo. Oeh, moet je die bergen zien? Wat moeten die dieren voorstellen? Dat zijn beren. Nee, geen eekhoorns, geen honden, geen herten. Nee, het zijn beren. Oeh, ik ben zo benieuwd hoe dit gaat. Wat hier allemaal te vinden is. En dat gaan we weer zien in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario, Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of bij de volgende video. Oh, ook de eerste keer dat hij wat positief zegt. Anyway. Mazzel!